Ik heb Lillian leren kennen als een klein meisje. Dochter van Jan. En ja, het is nu een grote meid geworden. Het bijzondere is dat ze met een glimlach glashard kan analyseren wat de fout is in de samenleving. He, dus de marktwerking, hoe dat uitpakt bij de gewone mensen. Vriendelijk, doch scherp. Ja, ik weet nog heel goed dat Lillian op de fractie kwam, 2017. Eigenlijk meteen de dag erna gingen we een actie bedenken. En dat was eigenlijk wat kenmerkt om met Lillian samen te werken. Altijd erop af, naar mensen toe, mensen betrekken bij het werk. En dat vond ik het werk zoveel leuker maken. En dat zat hem vooral in dat zij altijd de mensen heel dichtbij de politiek bracht. Ze vindt het ook belangrijk om met mensen te praten, om te horen wat er speelt. Ja, voor mij zegt dat alles over Lillian, omdat dat is wie zij is. Ze staat zo dicht bij mensen. Hebben we heel erg veel lol gehad samen. Heel veel avonturen beleefd, samen dingen uitgevonden. En dat was echt fantastisch. Lillian, ik wil je heel veel succes wensen. Ik vind het jammer dat je weggaat, maar dat wist je al. Dat heb ik ook al tegen je gezegd. Voor nu heel veel plezier op je afscheid en tot snel. Ah, lieve Lillian, ik mis je hier iedere dag. Ik weet zeker dat wat je hierna ook gaat doen, dat je het met hetzelfde vuur en dezelfde passie en jezelfde diepgevoelde strijd voor rechtvaardigheid, dat je dat heel goed gaat doen. Ik hoop dat er iets moois op je pad komt en ik zal nooit vergeten hoe stoer ik je hier vond en hoe goed je het hier deed. En ik mis je. Hallo Lillian, Huub hier. Het is koud en het is takkenweer in Amsterdam. Maar ik wil je toch even een hele warme groet sturen. Naar ons, naar jezelf, naar je nieuwe vriendje en naar iedereen die je lief is. Ook naar jou, Jan en naar mama. En ik wens je alle goeds voor wat je ook gaat doen. Dikke kus en warme omhelzing. Hoi hoi. Ik ken Lillian als gewoon heel lief, maar ook zorgzaam. Gewoon een powervrouw eigenlijk. Op 22 april hebben wij te horen gekregen dat onze huizen gesloopt zouden gaan worden, terwijl deze huizen dus gewoon niet sloopwaardig zijn. En daar zijn wij als wijk het niet mee eens. Je zet gewoon veel levens op een kop. Vandaar dat wij om hulp hebben gevraagd aan de SP en hebben meerdere acties mee op touw gezet. We hebben nu inmiddels het kantoor van Mooiland een keer bezet. Dat is de woningbouw waar wij onze huizen van huren. Mooiland gaat met ons in gesprek om te kijken of er in ieder geval een aantal woningen gerenoveerd kunnen gaan worden. Ik denk dat we zonder haar dit doel al niet bereikt hadden. Hey Lillian, onwijs bedankt. Namens het hele Berg Gezet, het was kei gezellig met jou. Ik hoop dat je snel een keer op de koffie komt. Greetings to my dear friend Lillian. A woman who spent virtually your whole life fighting for the most underprivileged of Dutch workers. What a great person you are. And you're so great that I forgive you, Lillian, for that time in America. You made me try and say your name in public with the correct accent. Oh, that was you are a monster. But look, I'm a Christian. I forgive you. Dag Lillian, het was een plezier om samen te werken in PvdA en SP Nederland. En ik hoop echt wel dat je nog heel veel boeiende belevenissen gaat meemaken in je leven. Blijf zoals je bent, nog altijd zo vurig voor een betere maatschappij vechten. En dat het nu in de voetbal of in de politiek is, het zijn altijd de beste die moeten winnen. Doei! Hey lieve Lillian, Sinan hier. Ik wens je heel veel succes. Ik weet nog niet wat je gaat doen, maar dat maakt ook niet uit. De strijd gaat gewoon door. Samen met Lillian heb ik heel veel dingen gedaan. We hebben samen in de Raad van Os gezeten, waarin ik vooral van haar geleerd heb dat snel en veel interimperen echt effect heeft. Samen met Lillian hebben we een thuiszorgactie opgezet en hebben we daarna samen het gemeentehuis in Os bezet. Super trots ben ik dat we hier in het eerste zorgbuurthuis van Nederland staan. Een project wat Lillian verder vorm heeft gegeven. Het is een uniek project waar we met elkaar de zorg organiseren. Het heeft heel veel aandacht gehad in de campagnetijd. Iedereen heeft het omarmd en daar mogen we heel erg trots op zijn.
Lieve Lilian, het gaat je onwijs goed. Wij gaan elkaar blijven zien. Blijf vooral jezelf. Blijf mensen inspireren zoals alleen jij dat kan. En ik zie je snel. Beste Lilian, je was echt een buitenparlementair Kamerlid en daarin uitstekend. Ga zo door. Blijf contact houden met de mensen. Organiseren, mobiliseren. En blijf dat doen met de bekende glimlach van je. Het gaat je goed. Lieve Lilian, ik wens je een toekomst met heel veel geluk. Ik hoop dat je daar je passie voor de medemens vorm kunt geven. Dank je wel, Lilian, voor alles.